Het is een jonge muskox, kalf van een jaar, die eigenlijk met zijn kudde, ze trekt altijd naar de koudere oorden. De jongste os heeft het soms moeilijk om te volgen en zijn moeder probeert om zo goed mogelijk toch met de kudde te houden. We wilden zo realistisch mogelijk gaan, dus we hebben heel veel beelden bestudeerd van dieren, van muskoxen en van wolven. Dat is volgens ook een zoektocht om zoveel mogelijk natuurlijke emoties te krijgen in de dieren. Onze dieren praten niet, het is geen Walt Disney film waarin de dieren praten. Ook we worden zoveel mogelijk zoeken naar natuurlijke houdingen, van actie en reactie, dat je voelt, oké, dit is wat de dieren beleven. En dat dan een grote uitdaging was, ook voor animators ook, en voor ons als regisseurs ook, van hoe krijgen we die scènes erin, om toch de mensen te laten voelen wat we willen vertellen. Ik heb ook een reactie in het publiek gezien dat er toch wel mensen geraakt zijn wat er allemaal gebeurt. Een deel van die emotie zit ook wel denk ik in het gebruik van jullie geluid, van de muziek. Ja, ondanks dat de muziek toch pas op het einde is gekomen. Want we hadden eerst een paar testen gedaan, daar vind ik, naar muziek toe. Die heeft de componist uiteindelijk nooit meer gehoord. Dat is ook nooit geen goede reden dat hij dat zou horen. En dan hebben we hem zijn werk laten doen en hij heeft ons heel aangenaam verrast. Wat is het volgende plan? Ralf is nu momenteel aan het schrijven aan een langspeelfilm. We hebben ook samen geschreven aan een andere langspeelfilm, maar dat is nog een andere. De laatste film was vrij serieus, wat ik ook wel tof vond. En ik wil nu eens, ja, ik heb zo'n paar ideeën om misschien er helemaal over te gaan in humor. Cine.